Hoogkruts is natuurlijk een heel inspirerende plek met een religieus verleden. En in juni is er ieder weekend religieuze erfmaand in Zuid-Limburg. En Hoogkruts zit daarbij. Dus bezoekers kunnen hier komen kijken hoe mooi het resultaat tot nog toe al is. En wat staat er dan in die maand te gebeuren? Er is een kleine tentoonstelling hier. Die gaat onder andere over processies. Maar het is vooral mooi om door het complex heen te dwalen. Dat je je fantasie kunt laten werken. Hoe hebben die paters nou hier ooit geleefd? Kijk, iedereen weet, Zuid-Limburg is heel erg druk. En er zijn heel veel recreatiestromen, motoren, wielrenners, alles loopt door elkaar heen. Maar gelukkig zijn er ook van die plekjes waar het net wat stiller is. Maar het is veel breder dan alleen Hoogkruts. Ja, ze hebben eigenlijk in heel Zuid-Limburg, Limburg zit vol met religieus erfgoed, hebben ze juist een aantal andere locaties ook in beeld gebracht. Dus onder andere ook bij het klooster in Wittem. Tentoonstellingen, kleine tentoonstellingen, wat grotere en vooral ook heel veel plekken waar je kunt gaan kijken. En dat wordt links en rechts bekendgemaakt? Ja, eigenlijk in de gewone publiciteit, huis- en huisbladen, komt het onder Bronk 2018, komt het in de publiciteit.